Wekenlang zaten de ouders van kinderen die zwemlessen hadden in Dousen in onzekerheid. Door het faillissement van het zwemcentrum stopte de les ineens. Maar er heeft zich inmiddels een ondernemer gemeld die in Dousen de zwemschool wil voortzetten. Ja, ouders worden vanavond ingelicht over de plannen. En daar is ook Marielle Beumer. Marielle, zijn de ouders opgelucht? Ja, deels opgelucht, hè, want er is een goede oplossing. Het verhaal is nagenoeg bekend. Zo'n 700 tot 800 kinderen gedupeerd. Er is zo'n 4 ton aan vooruitbetaald zwemgeld, dat is weg. Nou, de nieuwe eigenaar die zegt, ik vind dat allemaal een hele sneuwe zaak. Ik wil goed starten. Die ouders die krijgen van mij de eerste 4 weken gratis les. En voor de rest krijgen ze tegen gereduceerd tarief, kostprijs, voor ja, om en daarbij de 5 euro per uur, krijgen ze straks lessen. En dat scheelt aanzienlijk hoor, want normaal gesproken is het 10, 12 euro. Dus een schappelijke oplossing. Maar ja, de hamvraag, en die zal hier vanavond ook zeker nog gesteld gaan worden, is natuurlijk, is er juridisch nog iets terug te halen van die 4 ton die weg is? En naast mij staat Tim Medendorp van de Oudercommissie. Ja, jullie zijn er al weken mee bezig. Zijn de juridische aanknopingspunten om nog iets van dat geld terug te krijgen? Nou, ik denk dat we in ieder geval heel blij mogen zijn dat de curator wat dat betreft achter ons staat. Hè? Want wij zijn ook schuldeisers en dat is natuurlijk de taak van hem om die belangen te behartigen. En zijn er concrete afspraken gemaakt bij de overeenkomst tussen de nieuwe zwemschool en de curator. Dat het bedrag wat betaald is om de zwemschool te mogen voortzetten gebruikt zal worden om te kijken waar ons geld is en of er iets kan worden verhaald. Dus. En als er nog wat is, ja, dan hopelijk delen ook nog de ouders daarvoor een deel in mee. Dat is dan de hoop. Natuurlijk zijn er andere schuldeisers, dus we zullen niet alles terugkrijgen, maar er is in ieder geval iets in gang gezet. Al met al, die ouders komen hier vanavond horen hoe de nieuwe zwemschool te werk gaat. Zijn de meeste ouders tevreden met deze oplossing? Ja, over het algemeen zijn de ouders tevreden. Opgelucht ook vooral dat de kinderen weer mogen zwemmen. Jullie gaan ook nog iets doen aan fondsenwerving, hè, om de meest gedupeerde mensen, want sommigen zijn echt 1500 euro, zo niet meer, aan lesgeld kwijt, om die te kunnen helpen. Ja, giften zijn welkom wat dat betreft en ook mensen die mee willen helpen. Ja, absoluut. We zijn bezig met het oprichten van een stichting om die fondsenwerving te kunnen faciliteren. En de bedoeling is om uiteindelijk die 5 euro nog verder naar beneden te brengen. Zodat uiteindelijk, als het mogelijk is, zelfs iedereen gratis door kan gaan, zodat er geen schade hoeft te zijn voor die mensen. Kortom, veel goede doelenactie voor de zwemschool de komende tijd in Dalfsen. Veel succes daarmee. En we zullen hopen dat dat wat op gaat leveren hier voor de gedupeerde kinderen, want het zijn er heel wat. We gaan het afwachten. Marielle in Dalfsen, dankjewel.